De inzamelingsactie voor de afgebrande kinderboerderij in Warmond loopt als een trein. Ruim 11.000 euro is er al opgehaald. Daarnaast heeft een dierenwinkel voer gedoneerd en heeft een boer een nieuwe voorraad hooi voor de winter toegezegd. Afgelopen zondagnacht brandde de kinderboerderij af. Medewerkers van de gemeente Teylingen zijn vanochtend al vroeg bezig het verbrande hooi weg te halen van het terrein van kinderboerderij De Kloosterhof. Het gaat om de hele wintervoorraad, 900 balen, die de boerderijmedewerkers net van het land hebben gehaald. Die zijn door de brand allemaal verloren gegaan. De hooiberg zelf stond ook in brand. Dus met een kraantje is al het hooi uit elkaar getrokken om te blussen. Het hooi is nu nat, maar het heeft al een paar dagen gelegen. Dus het wordt weer warm, het droogt weer op, het gaat broeien. En de kans dat er dan opnieuw brand bestaat is te groot. Dus het moet allemaal opgeruimd worden vandaag. De Kloosterhof brandt zondag in de vroege ochtend af. Het gebouwtje is niet te redden. Het gebouw zelf is verzekerd, maar de inboedel, de zadels en de hoofdstellen van de paarden en de voorraad voeren zijn dat niet. De hulp komt nu van alle kanten. We krijgen al heel veel lieve aanbiedingen van mensen. Er zijn boeren hier in de omgeving die hebben gezegd, ik ga een extra keer mijn land maaien. Super lief, we kunnen het nu alleen nog nergens kwijt, want ja, we hebben helemaal geen opslag meer. Dus daar moeten we even goed naar kijken hoe we dat kunnen gaan realiseren. Want zelf kunnen we onze landen niet meer gaan maaien dit jaar. En er is ook al een flink geldbedrag gedoneerd. Met de inzamelingsactie gaat het eigenlijk heel erg goed. We zitten op 11.000 euro. Dus dat is fantastisch. Daarmee kunnen we dingen als de trekker op gaan knappen of vervangen. Nieuwe balenpers aanschaffen. Zodat we weer langzaamaan kunnen gaan draaien. Om toch weer terug onze inkomsten op peil te kunnen gaan brengen, de paarden weer te kunnen gaan voeren. Dus daar moeten we mee beginnen. Het is nog niet duidelijk wanneer de kinderboerderij herbouwd kan worden. Daarover moet eerst overlegd worden met de gemeente.